Dit is de lessenreeks over kaartvoorstellingen en coördinatiesystemen. En in deze les gaan we dieper in op het begrip geodetische datum. Het doel van de kaartvoorstellingen is om de aarde, een sfeervormig object, te kunnen afbeelden op een plat vlak. Hiervoor hebben we een wiskundig beschrijfbare vorm nodig, de ellipsoïde. Deze moet nu nog op een ondubbelzinnige manier aan de aarde gelinkt worden. De parameters die hiervoor nodig zijn, worden gespecificeerd in een datum. Er bestaan twee soorten datums, lokale datum en een globale datum. Een overzicht van enkele voorbeelden kan je in de figuur onderaan zien. Zoals de naam het zegt, dient de globale datum om de ellipsoïde op een globaal niveau aan de aarde te linken. De lokale datum dient dan weer om de ellipsoïde op een lokaal niveau aan de aarde te linken. Een lokale geodetische datum wordt gebruikt voor lokale referentiesystemen, die bijvoorbeeld een land of een continent omvatten. Aan dit gebied moet de ellipsoïde zo goed mogelijk aansluiten. Hoe goed de ellipsoïde bij de rest van het aardoppervlak aansluit, is hierbij totaal niet belangrijk, zodat er daar grote afwijkingen mogelijk zijn. De lokale datum wordt gedefinieerd op basis van een fundamenteel punt. In dit punt worden alle parameters vastgelegd die bepalen hoe de ellipsoïde en geoïde ten opzichte van elkaar liggen. Een voorbeeld van een lokale geodetische datum is de Belgian Dayton van 72. Waarop de Belgische Lambert 72 coördinaten gebaseerd zijn. De gebruikte ellipsoïde is deze van Heifort. Deze wordt aan de geoïde gehecht zodat deze twee objecten zo weinig mogelijk afwijkingen vertonen op het Belgisch grondgebied. Het fundamenteel punt dat gebruikt wordt valt samen met de Koninklijke Sterrenwacht gelegen in Ukkel. Bij een globale geodetische datum gaat men de ellipsoïde zo goed mogelijk laten aansluiten bij de hele aardoppervlak. Deze wordt gebruikt bij toepassingen op globaal niveau die landoverschrijdend zijn. Op continentaal niveau kan er dus zowel met een lokale of een globale datum gewerkt worden, al naar gelang de specifieke vereisten of toepassingen. In dit geval wordt de ellipsoïde gepositioneerd ten opzichte van het massacentrum van de aarde. De meest gekende globale toepassing is het Global Positioning System, of GPS. Deze metingen worden uitgevoerd ten opzichte van de WGS-ellipsoïde, die zo georiënteerd is dat deze zo goed mogelijk aansluit bij de volledige aardvorm. Deze WGS-84-ellipsoïde is gebaseerd op de GRS-80-ellipsoïde, waar het slechts een kleine mate van afwijkt.